FC Lisse speelde een zeer moeizame wedstrijd tegen RVVH. De Lissenaren leken het onderspit te delven, maar in extremis bezorgde Cirilio Saintje, de ploeg van trainer Arjen van der Laan, met een fantastische treffer nog een punt. Hoe vaak maak je zulke goals op de training? Om eerlijk te zijn heb ik nog nooit zo'n bal op de training gemaakt. Want beschrijven is, je raakte hem heerlijk, hè? Ja, ik raakte hem heerlijk. Ik kreeg een lange bal, Rick kopte hem door. En ik dacht niet na en ik maakte hem gewoon. Wat gaat er dan door je heen? Ten eerste ben je blij omdat je een doelpunt maakt. Ten tweede maak je de 1-1 in de laatste minuut, dus win je een puntje voor je team. En uiteindelijk ben je ook weer een beetje teleurgesteld omdat je tegen zo'n matig team 1-1 speelt. Waarom een matig team? Zoals je ziet, ze komen hier alleen maar om te verdedigen. En ze hebben weinig aanvallende intenties gehad om er een wedstrijd van te maken in eerste instantie. Maar ja, op zich hebben ze wel het beste eruit gehaald wat hun konden doen. Dus op zich voor hun goed, voor ons slecht. Jullie hebben aardig wat nieuwe jongens. Moeten jullie nog veel aan elkaar wennen? Want het loopt soms wat stroef. Ik denk dat de fase van wennen nu wel een beetje voorbij is. Ik denk dat het meer is wennen aan de tactiek van de trainer en alles begrijpen wat we uit moeten voeren. Hoe vaak ga je nog zulke goals maken dit seizoen? Op zich ben ik al blij als ik een doelpunt voor het team maak. En als je dan zo erin gaat, dan ben ik er helemaal blij mee. Dus, heb je een doelstelling qua aantal goals dit seizoen? Of? Ik heb geen doelstelling nog niet voor mezelf gezet. Ik wil gewoon belangrijk zijn voor het team in eerste instantie. In tweede instantie kijk ik wel naar mijn individuele doelen. Hoe groot is de opluchting? Ja, in ieder geval groot. Want iedereen heeft vanaf de eerste dag dat we hier begonnen zijn heel veel energie erin gestopt. En vorige week denk ik dat we op de goede weg waren. Maar met twee vrije trappen haalde je geen punten. En dan is het wel belangrijk dat je in de eerste wedstrijd thuis dan wel in ieder geval een resultaat gaat halen. Om een start te maken in de weg waar je naartoe bent. Is het volgens jou ook een verdiend punt voor Lisse? Ja, ik moet zeggen, wij waren vreselijk voorzichtig om niet in de val te stappen die hun eigenlijk openzetten. Ja, want ze hebben natuurlijk voorin twee spelers die individueel het verschil maakten wat ze vorige week ook hebben gedaan. Nou, zo'n moment kwam er toch. En vanaf dat moment hebben we ook alle risico's genomen om nog te pakken wat we pakken konden. Ja, en dat pakt gelukkig goed uit. Het had ook iets eerder gekund, hè, want er waren nog een paar... Rick Vermeulen had nog een bal die van de doellijn werd afgehaald. Ja, maar voor de 1-0 hebben hun de meeste kansen gecreëerd. Dus, het blijft heel behoudend wat hun doen. En dat is hun manier, dus daar moet je gewoon respect voor hebben. Maar dat blijft wel heel moeilijk om daar een goed antwoord op te hebben. Bij jullie ging het ook een beetje stroef vandaag. Waar ontbrak het voetballend vandaag aan? Ja, en goed, die voorzichtigheid dat zit niet zozeer in een hoop spelers bij ons. Dus dan moeten ze iets minder, of dan wordt er echt een aanspraak gemaakt op hun geduld. En dat is iets tegen hun natuur. Want we hebben toch wel een aantal avontuurlijke spelers. Maar als je dat vandaag had gedaan vanaf het begin, denk ik dat we echt problemen hadden gehad. Nou ja, die waren tot hun tweede kans in de tweede helft, waren die denk te overzien. Alleen we creëerden zelf eigenlijk gewoon veel te weinig om zelf die wedstrijd open te breken. Want het tempo was gewoon veel te laag. Ja, dat tempo dat zal wel omhoog moeten. Maar dan ook gewoon de zuiverheid en de afstemming. Hè, die zal, ondanks dat het heel moeilijk is als een tegenstander met z'n allen op eigen helft staat. Hè, want dat is het probleem. Daarin zal het niveau omhoog moeten.